geen vogel, ook geen cavia, geen kat en ook geen hond. 2010 wordt het jaar van de minivarkens. Ik ben Sanne en heb een minivarkentje. Hij heet Teuntje en hij is 1,5 jaar bijna en hij zit buiten. Hij was 20 euro en hij was zo klein toen ik hem kocht. En toen was hij wel leuker, want dan kon je er veel mee doen. Hij liep ook door het hele huis heen. Dus hij bleef binnen totdat hij zo groot werd. En hij is nu zoiets. Waar zit hij? Waarom merkt u dat die dochter gek is op varkens? Nou, vooral in de zomer is ze er heel veel mee bezig. Veel aan het wandelen. En wij waren haar van de zomer een keertje kwijt. Toen was het 1:10 uur, toen dachten we van, waar is Sanne? We hebben met z'n allen lopen zoeken om en in een huis en nergens Sanne te vinden. En toen lag ze dus bij haar varken in zijn huisje te slapen met het varken op zijn schoot. Het leukste wat we gedaan hebben, met hem is naar het strand gegaan. Toen ging hij lopen vroeten in het zand en naar de zee. Maar hij was een beetje koud, dus hij vond het niet zo leuk. Je kan er dus een hoop leuke dingen mee doen. Maar het heeft ook zo zijn nadelen. Ja, Teun werd op een gegeven moment een beetje ondeugend. Dus hij had door dat hij, als hij hier zijn neus onder zette, dat hij dus gewoon de kastjes open kreeg. En alles wat hij dan aan voeding zag of eten, koekjes, noem maar op, at hij op. Mandjes ging hij eruit trekken, brood eten. Hij hoort bij de verwarming hier aan deze kant, had hij zo'n gat gemaakt. Want dat was toch ook wel heel leuk om aan te gaan bijten. En daaraan kon je toch eigenlijk pas zien dat ze zich binnen gaan vervelen. Ja. We hebben hier flesjes wijn. En dat had hij door. En toen dacht hij, dat is wel lekker. Dus daar waren we gelukkig op tijd bij. Want ik denk niet dat alcohol echt gezond is voor hem. Maar de fles was gebroken en het was één plas met wijn hier. Ruikt wel lekker trouwens. Het is een boef. Kleine boef.